Vandaag wil ik met jullie aan de slag gaan met het verhaal van de Advent. Je vindt alles wat je nodig hebt voor dat verhaal in verhalenboek 2 van pagina 25 tot 59. Daar vind je het verhaal, maar ook alle benodigdheden voor het materiaal. Het eerste wat we nodig hebben voor dat verhaal is de Heilige Familie. Je ziet hier achter mij staan mooie houten beelden, liefst zonder een gezicht op, hè, dat ze eenvoudig zijn, effen zijn. Het belangrijkste daaraan is dat er ook een verrezen Christus bij staat. Je hebt die niet nodig voor het verhaal van de Advent, maar voor de volledigheid, voor de volgende verhalen en voor het verhaal van de Heilige Familie heb je die ook nodig. En dat is deze. Als je die nu niet moest hebben en toch het verhaal van de Advent wil brengen, kan je dat doen eventueel met een andere houten kerststal. Welke beelden heb je nodig? Uiteraard het kind Maria Jozef, de ezel, de os, de herder en de schaapjes en de drie wijzen heb je nodig. Het volgende dat je nodig hebt zijn de kaarsen. De witte kaars, de grote kaars heb je nodig. Zo'n kaars vind je gemakkelijk in een winkel. Als je er toch één koopt, koop er misschien van eens een groot genoegen kaars, omdat je die ook voor andere verhalen kan gebruiken. Als je een kleine witte kaars koopt, is die vermoedelijk snel opgebrand. Naast deze witte kaars hebben we nog 4 andere kaarsen nodig voor de 4 zondagen van de Advent. En daarvoor, en deze staan in de kerstkast, op het tweede schap, zet je ze in een mandje, 4 verschillende kaarsen. 3 paarse en 1 roze kaars. We noemen de derde zondag van de Advent ook wel de roze zondag, dat staat ook beschreven in het boek. Vind jij nu van, oké, die gewoonte hebben wij niet, of ik wil het toch eenvoudiger maken, kan je ook 4 dezelfde kaarsen nemen. Die kaarsen, die zet je op het tweede schap in de kerstkast, in een mandje. We hebben net gesproken over de kaarsen. Je hebt ook een kaarsendover nodig. In het verhaal van Advent veranderen we ook het licht. En dat is met een kaarsendover. Vind je ook gemakkelijk in heel wat winkels. De bedoeling is dat je het op de kaars zet, dat je een aantal seconden wacht tot je zeker bent dat ze gedoofd is en dat er voldoende rookontwikkeling is. En dan doe je het naar omhoog en zal de rook meekomen. Deze is zo'n loshangende, je hebt er ook die vast zijn. Moet je dat echt niet vinden, zou ik een keer naar de kerk gaan. In de kerk of in de sacristij hebben ze vaak ook van die kaarsendovers. En misschien mag je die wel gebruiken. Het volgende wat we nodig hebben voor het verhaal van de Advent is ons Bethlehem. En Bethlehem vinden we ook bovenaan de kerstkast, helemaal op het uiteinde. Bethlehem, je ziet het, heeft een basis en is driehoekig van vorm, eigenlijk 3 panelen. Deze is mooi uit hout. Ik heb deze niet zelf gemaakt, deze heb ik gekocht. Als je nu niet de mogelijkheid hebt om dat te kopen, kan je dat wel zelf maken. Ik heb hier een voorbeeld van ene die ik ooit gemaakt heb uit karton. Op zich was ik daar wel blij mee. Het enige nadeel vond ik zelf dat het karton was. Je kan hem natuurlijk wel schilderen. Als je creatief bent en je wil hem toch uithouten, maar je kan zelf niet zagen of zo, kan je altijd kiezen om met balsa hout te werken. Balsa hout is hout dat gebruikt wordt bijvoorbeeld voor maquettes te maken. En dat kan je eenvoudig met een mesjes snijden. Let op, niet met een schaar, want het kan wel splinteren en het zou helemaal gescheurd geraken. Dus maar met een mesje kan je dat wel uitslijpen. Een andere manier van werken is met foam, met rubber eventueel dit maken, of het bekleven. Hè. Of met een soort papier met een houtmotief bekleden. Weet wel dat dit soort Bethlehem minder lang zal meegaan dan de houten natuurlijk. Het laatste deel dat we nodig hebben voor het adventsverhaal, en misschien wel het grootste of het belangrijkste, vind je ook centraal op de kerstkast. En dat zijn onze 5 vertelplaten, de onderlegger en de staander. Nu, dit kunnen we op heel veel manieren maken. Ik zal ze jullie proberen allemaal uitleggen of tonen. We hebben als eerste een staander nodig. Dit is de staander die ik hier gebruik. Je ziet met inkepingen om de panelen in te zetten en vooraan kan je de rol leggen. Dit kan je kopen in heel wat Godly Play webshops. Je kan het ook zelf maken als je creatief bent. Zoek je toch nog iets anders, kan je eventueel een bordenrekje gebruiken. Ik toon het jullie even.
Het wordt eigenlijk verkocht om borden in te zetten, maar je kan er even goed de panelen in recht zetten en vooraan de rol erin steken tussen de eerste twee schuivertjes. Het is een veel goedkopere manier en het lukt ook. Hè. Je kan het trouwens hetzelfde rekje gebruiken ook voor het scheppingsverhaal, ook voor de gezichten van Pasen, ook voor Knowing Jesus in a New Way. We hebben heel wat verhalen met platen, dus daarvoor kan je dat ook gebruiken. Het volgende dat we ook nodig hebben is de onderlegger. Die bestaat voor een groot deel uit paars vilt en op het einde wit vilt. Zorg dat elk stukje groot genoeg is om jouw paneel in te leggen. Ietsje groter dat je nog overschot hebt. Je merkt een houten latje. Ik ga direct tonen, dat zijn ook andere manieren om dat te doen. Om te tonen wat de ruimte is voor één paneel in te leggen. Als we het dan volledig ontrollen, dan zien we een stukje voor elke week. En als we na het vierde paneel komen, verandert het in het wit. Let op, niet zomaar een wit stukje aannaaien, maar erop kleven. Waarom? Als het opgerold is, dan blijft het voor de kinderen nog steeds een verrassing wat daar gaat gebeuren. Dus ze weten na de vierde zondag niet meteen wat er hier gaat gebeuren. Als je dan het moment zegt van alles verandert, zelfs het paars wordt wit, verandert het paars ook echt in het wit. Een paar andere manieren om aan de slag te gaan met het vilt is de stukken aan elkaar naaien met een duidelijke naad. En hier zie je een voorbeeldje. Je kan het op die manier tonen wat de overhangen zijn. Of hier wordt het weergegeven met een stukje, ja, het lijkt op hout, maar het is een soort rubber. Je kan verschillende manieren vinden om die overgangen aan te duiden. Ik zag het ook eens, iemand die het met lint deed, met een stukje gouden lint. Het is wel gemakkelijk dat je dit doet. Waarom? Dan weet je perfect hier tot waar je moet rollen. Zorg als je het paneel erin legt, dat je ruimte voldoende hebt. Ik ga het straks hebben over de grootte van die panelen, maar er moet dus ruimte voldoende zijn om het te leggen. Ook niet te veel, ook niet te weinig. Tot slot de 5 panelen. Je ziet ze hier liggen, mijn 5 panelen. Je merkt de eerste 4 hebben een paarse ondergrond, de 5e wit. Dat is dus geverfd. En de symbolen die erop zit, die vind je ook terug in het boek welke het moeten zijn, zijn uit hout en erop gelijmd. Dit heb ik gekocht in een do-it-yourself pakket en zo gemaakt. Maar je kan het ook helemaal zelf maken. Om het zelf te maken moet je eerst weten wat is de grootte van de panelen. Ik neem altijd ongeveer een A5 blad ter grootte. Dus dat wil zeggen ongeveer 15 op 20 centimeter. En dan kan je het bijvoorbeeld zelf schilderen. Dit is een versie die ik ooit zelf schilderde. Dat is vrij gemakkelijk om te maken als je de juiste symbool erop kleeft. Een andere manier van werken, als je toch dat relief erin wil en je hebt bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om dat met hout of zelfs met balsenhout te doen, dan kan je dat met vilt eventueel doen. Dus hier is de onderlegger ook, het ondergrond ook geschilderd en de symbolen zijn er opgeplakt met vilt. Heeft ook een leuk gevoel voor kinderen. De kleintjes willen vaak voelen aan de panelen. Naast deze 3 verschillende manieren om die panelen te maken, kan je eventueel ook nog met rubber of foam werken. Je kan de ondergrond eventueel in houten of ook in foam en de figuren er met foam of rubberpapier opkleven, is ook een manier. De 5 plakaten zelf kan je gemakkelijk in een doe-het-zelf-zaak laten snijden. Ik neem altijd MDF-plaat, ik denk een 3-tal millimeter dik. Je kan kiezen, je kan ook dikker als je dat liever hebt. En ik laat dat dan snijden, meestal op 15 op 20 centimeter. Nu kan het zijn dat jouw doelgroep een grote groep is en dat je dat toch groter wil doen. Dan kan je dat gerust doen. Je kan naar A4 grootte gaan. Natuurlijk moet je dan ook je rol mee vergroten. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Of je kan ook verkleinen. Als je wil thuis aan de slag gaan bijvoorbeeld, zoals we doen in Stories for God at Home, kan je een thuisversie maken. En bij mij is die iets wat kleiner. Die is ongeveer de grootte van een A6. 5 op 10 centimeter zijn mijn panelen. En die is bedoeld om thuis te maken. Die heb ik gemaakt volledig in vilt. Het plakkaat zelf is in hout. Maar alles wat erop kleeft is vilt. Uitgesneden en erop gekleefd. De rol is uiteraard ook vilt. En de stokjes ertussen zijn saté-stokjes die ik wat afgeknipt heb. Heel veel succes
met het maken van het verhaal van de Advent en Kerstmis.